Uh, hallo allemaal, dit is een uh, videoles voor de richting 6 uh, uh, wetenschappen. Um, ja, ik heb even getwijfeld om uh, verder te gaan met het hoofdstukje uh, rond arbeid en energie. Hè. Maar uh, ik begin toch uh, aan te voelen dat ze stil aan in de wiskunde met dat integraal begrip bezig zijn. Ja, ik stop niet graag met, uh, met de les en dan uh, een stuk een nieuw hoofdstukje en dan terugkomen hierop. Uh, dus ik ga toch proberen om, uh, um, ja, om het in één stuk uh, te geven. Ik denk wel dat het mogelijk is. Uh, ik denk ook dat het begrip belangrijk genoeg is om, uh, om in detail te zien. En uh, ja, ik verwacht wel uh, normaal gezien als deze week gepasseerd is, dat dat. Uh, Integraal begrip voldoende sterk gezien is om dit af te ronden. En dan zal dat ook redelijk, uh, redelijk snel uh, gebeuren als je een keer de basistechnieken die je nu al een klein beetje gaat zien uh, onder de knie hebt, dan gaat je door doorhebben tot wat het allemaal gaat leiden. Oké, okay. um, vandaag staat op het programma um, ja, een beetje de link tussen uh, energie en arbeid. We hebben het al een tijd gehad over de arbeid die een kracht kan leveren. En het effect dat dat heeft, namelijk dat het lichaam versnelt en dat, het, uh, ja, dat die arbeid eigenlijk altijd op een unieke manier te schrijven is, als een verschil van twee, wat men noemt, kinetische energietermen. Dus dat gaan we vandaag een beetje toepassen op het uh, zwaartekrachtveld. En uh, de wet die eruit gaat komen is een van de belangrijkste, namelijk de wet van behoud van energie. Uh, meer bepaald hier is dat de wet van behoud van mechanische energie, de wet van behoud van totale energie, bestaat. Ook dat is een verruiming hiervan. Maar in eerste instantie gaan we komen tot de wet van behoud van mechanische energie. Goed, gaan we het kort hebben over het vermogen van, uh, van een systeem. Dat zal redelijk uh, snel gaan. Als je eens weet wat arbeid is, is vermogen iets dat redelijk uh, evident is ingevoerd. Um, wat oefeningetjes op het einde. En een uh, ja, moeilijkere oefening die geldt als de tweede Nobelprijsoefening. Um, de looping. Um, Daar zal ik dan ook kort even uh, aanhalen wat er met die oefening is. Uh, op het programma staat. Goed, eerst mocht je notities nemen. Um, ik ga even naar het uh, bord verwijzen hier. Goed, ik denk dat het laatste wat we uh, bekeken hebben is, dus dat moet je niet opschrijven, is het idee dat wanneer dat je een uh, vaste uh, kracht uitoefent op een uh, lichaam, ja, en die kracht die uh, levert een verplaatsing op, of die kracht is, uh, grijpt aan terwijl dat het lichaam verplaatst, dan gaat die kracht arbeid leveren op dat lichaam uh, in die verplaatsing, uh, delta x. Ja, dus ik ga hier wat algemene uh, benamingen schrijven, fx, delta x. Uh, en die arbeid, oké, okay, dat hebben we gezien, dat is fx delta x, en dat kunnen we blijkbaar altijd schrijven als de kracht is, als een verschil van twee termen, twee kinetische termen, die afhangen van de snelheid in het begin en de snelheid op het einde. Um, goed, op de manier die bekend is, denk ik, mvf kwadraat gedeeld door 2 min mvi kwadraat gedeeld door 2. Ja. Die twee termen noemen we de kinetische energie, en voor... Alle constante krachten uh, geldt deze uitdrukking. En we zullen ook zien eens dat het integraal begrip gezien is dat het ook geldt voor veranderlijke krachten. Het is iets dat, uh, dat arbeidsenergietheorema, dat geldt voor elke kracht die een netto-arbeid uh, levert. Goed, nu gaan we dus bekijken wat dat betekent voor het zwaartekrachtveld. En dan gaat je iets zeer bekend, denk ik, uh, tegenkomen. Goed, um, als titel of subtitel kunt je schrijven: um, ja, de behoudswet uh, van mechanische energie in het zwaartekrachtveld. Dus behoudswet van mechanische energie uh, in het zwaartekrachtveld. Oké, okay, dus een belangrijke titel. Um, het is een heel belangrijke wet die je dikwijls tegenkomt. Zeker die mensen die waarschijnlijk al bezig zijn met uh, voorbereidende lessen naar de ingangsexamen geneeskunde gaan, zeker die wet misschien al eens zijn tegengekomen. Um, ja, we gaan onze toevlucht weer eens zoeken bij onze uh, schuine helling. Dus laten we zeggen dat ik een uh, typische schuine helling heb um, onder een hoekje. Alpha, uh, eens kijken welke symboliek dat ik hier gebruikt heb in mijn notities: uh, een hoogte h, oké, okay, een hoek alpha, laten we zeggen hier een afstand op de helling uh, s, en laten we zeggen dat we hier een puntmassa hebben, m om het gemakkelijk te maken. Goed. En die m die schuift eigenlijk, als je wilt, of een blokje met een massa m, die schuift hier de helling af, wrijvingsloos. En de vraag is, wat kunnen we hiervan vertellen in verband met de geleverde arbeid? Goed, zoals je weet is de geleverde arbeid uh, de kracht in de richting van de helling. Dus misschien even de bekende assen nog eens introduceren. In de richting van de helling noem ik dat de x-as, loodrecht op de helling noem ik dat de y-as. Ja, de zwaartekracht zelf. Ik ga nu niet alles in hyperdetail, want ik denk dat we die, uh, die schuine helling al dikwijls besproken hebben. De zwaartekracht is naar beneden gericht. Ja, herinnert u de hoek die gemaakt wordt uh, tussen de zwaartekracht en de i-as is ook alfa. Dus als we de component willen kennen in de richting van de x-as, is dat fz sinus alfa, de overstaande zijde hè, van die uh, van die krachtendriehoek. Dat geeft ons zelfs Fx. Maar goed, in eerste instantie is het fx maal s als je wilt, of in dit geval is dat fz uh, sin alpha uh, maal s. Oké, okay, of dit is bekend natuurlijk als m maal g sin alpha maal s. Nu als je eens wat dieper naar die. Uh, uh, oefening gaat kijken, en dan gaat je natuurlijk zien, in plaats van die uh, sinus-alpha te associëren met de kracht, kun je ook eens kijken wat betekent dat sinus-alpha mal s. Ja, sinus-alpha mal s, dat is niks anders dan de hoogte. Ja? Dus dit kunnen we ook schrijven als m mal g mal h. Ja? Dus op die uh, schuine helling geldt eigenlijk het volgende, dat de geleverde arbeid door de zwaartekracht perfect gelijk is als uh, m mal g mal h. Oké, okay, um, nu stel dat die schuine helling maar een deel is van een ja, misschien wat uh, langere helling, stel dat dit pas de grond is, ja, dat hier de grond bij wijze van spreken ligt. En dat dat lichaam misschien nog uh, door kan gaan tot hier, uh, tot hier op de grond. Ja, dan kun je hier zeggen, oké, okay, laten we zeggen dat deze afstand H accent is en dat de totale afstand H is. Goed, wat, uh, wat verandert dat dan onze formule? Ja, niet veel. We kunnen eventueel onze H als je wilt vervangen door um, ja, grote H min H accent. Dat is natuurlijk hetzelfde. Ja, dus uh, laten we zeggen, dit is ons initiële punt, dit is ons finale punt. Oké, okay, dus dit kun je ook schrijven als MLG H min H accent. Dat is natuurlijk hetzelfde. Goed, nu wat betekent dat concreet? Ja, euh, zegt u misschien nog niet heel veel, maar als je de formule nu wat herschrijft, dan gaat dat misschien wel op elke doel doen, doen rekenen. De arbeid kan ik schrijven altijd als delta ek. Ja. En dat is niks anders dan uh, m h min h accent als je wilt. Nu wat is dat? Dat is mvf kwadraat gedeeld door 2, min m v i kwadraat gedeeld door 2. Ja, dat is m-mal g-mal h min m-mal g-mal h-accent. Ja. Als je nu alle uh, minnetjes naar de andere kant, alle uh, minnetjes naar die kant, dus dat je alleen nog positieve termen krijgt, en inziet dat m-mal um, uh, f kwadraat dus we gaan eens kijken hier, kijken of ik geen fout gemaakt heb, hè. h is h-min h-accent, dat is goed, ehm, um, oké okay. goed dus alle minnetjes naar de ene kant alle uh, minnetjes naar de andere kant dan krijg je hier eigenlijk mvf kwadraat gedeeld door 2 uh, plus uh, m maal gh accent is m maal vi kwadraat gedeeld door 2 uh, plus m maal g grote h nu dit hier is iets ja, heel bekend, blijkbaar op een schuine helling. En let op, ik heb niet gespecificeerd wat dat punt I en F is. Hè. Dus dat kunnen punten zijn die heel dicht bij elkaar liggen, dat kunnen punten zijn die verder van elkaar liggen. Blijkbaar op elk punt van de helling geldt dat de som van twee dingen, ja, in dit geval de kinetische, en dit zullen we de potentiële energie noemen. Dat dat eigenlijk een getal is dat doorheen de beweging op de helling altijd hetzelfde blijft. Ja, dus dat is een heel sterke eigenschap dat je een getal gevonden hebt, eigenlijk die nooit, dat nooit verandert. Ja, herinnert u, de snelheid verandert, um, de hoogte verandert als je wilt van het lichaam. Maar dit getal hier, uh, dat getal dat bestaat uit een component in functie van de hoogte en in functie van de snelheid, dat verandert blijkbaar uh, niet. Goed, en wat is dat eigenlijk? Wel, dit is de kinetische energie in het, uh, ik zal misschien hier mee beginnen. Dit is de kinetische energie in het begin, ja, plus de potentiële energie die het daar heeft, is blijkbaar hetzelfde als de kinetische energie op het einde plus de potentiële energie. Sorry, op het einde. Ja. Die begrippen die zou je misschien nog ergens een belletje doen En uh, MV kwadraat gedeeld door 2, dat was de kinetische energie. En m -g h is de potentiële energie in het zwaartekrachtveld. Ja. Oké, okay, die wet ik zal hem hier opschrijven. En die wordt meestal als volgt opgeschreven, namelijk dat de kinetische energie in het begin plus de potentiële energie in het begin is de kinetische energie op het einde plus de potentiële energie op het einde. Of dat wordt soms ook wel als korter opgeschreven: de mechanische energie in het begin is gelijk aan de mechanische energie op het einde. Ja, dit is hem heel kort. Ja, dan moet je natuurlijk weten dat de mechanische energie de som is van de kinetische en de potentiële energie. Oké, okay, heel belangrijke wet. Um, blijkbaar is dat getal hier altijd uh, constant ja, op de helling. Nu je kunt het nog een klein beetje verruimen. Ik ga het uh, wegdoen. Nu dat idee geldt niet alleen op een helling, maar dat geldt op een willekeurig traject. Hè. Dus daarnet hadden we de helling. Kun je er desnoods bij bijschrijven? Nu stellen we eens voor dat je een willekeurig traject hebt. Dus een willekeurig traject. Um, ja, dus laten we zeggen, ik heb hier mijn y-as, hier mijn x-as, en nu heb ik een. Uh, een willekeurig traject. Ik ga het wat groter tekenen. Um, het is belangrijk dat je het, goed, sorry, dat je het goed ziet. Ik ga het wat groter tekenen. I, uh, X. En hier heb ik mijn traject. Goed, het maakt niet uit hoe ik juist begin, maar uh, ik zal het zo wel beginnen. Voilà, dat is een beetje een gek traject. Uh, dat loopt hier, laten we ook weer zeggen, I en F, initiële en eindpunt. Nu, het voordeel van dat idee van die schuine helling is dat je eigenlijk dat traject kunt gaan benaderen door allemaal schuine hellingen. Dus laten we zeggen dat je bijvoorbeeld dat traject gaat benaderen door de schuine helling aan deze kant: hier, daar, daar, hier. Je gaat dat stilletjes aan benaderen door allemaal uh, schuine hellingen. Goed. Zo, op die manier. Nu was het idee? Wel, eigenlijk weer net hetzelfde. Als je gaat kijken wat de geleverde arbeid is op die schuine hellingen. Dus ik zal dat WI noemen. Ja, ik zal het in, het in het blauw schrijven, dan is dat duidelijk. Ja, dus WI, dat is de arbeid op dus arbeid op een schuine helling. De helling, op één helling. Dus laten we zeggen hier die eerste. Ja, dat kennen we hier. Eigenlijk wat we moeten doen is constant mlg mal het hoogteverschil. Dus als je wilt, dit is het hoogteverschil delta h. Dus dat hoogteverschil hier delta h. Mlg mal delta h. hetzelfde hier. Ja. Laten we dus zeggen delta h1 als je wilt. Delta h, ik zal het misschien i noemen. Dat is de eerste. De tweede is hier weer hetzelfde. Hier is uw schuine helling. Hier heb je weer een tweede delta h. Dit is delta h1 als je wilt. Delta h2 en zo verder. Ja, voor elke schuine helling heb je dat hoogteverschil. En m al g mal delta h is de arbeid die je levert. Let op, zolang als delta h naar beneden is. Ja, heb je positieve arbeid of levert de zwaartekracht positieve arbeid, is uw delta H omhoog, dan is het negatieve arbeid. Goed, Wat moet je nu doen voor de totale arbeid, moet je al die arbeiden optellen. Ja, en als je dat dan doet, dan krijg je eigenlijk niks anders dan MLG Mocht je ervoor zetten, die komt elke keer terug, dus dat is elke keer hetzelfde. En de hoogteverschillen optellen. Nu, dat is simpel, als je alle hoogteverschillen optelt, ja, krijg je terug mlg. Mal h, de totale hoogte. Ja, dus de totale hoogte hier. Ja, de totale hoogte van die kromme baan. Ja. Dus je ziet dat die, uh, dat die schuine hellingen een redelijk goede benadering geven voor die arbeid op dat willekeurig parcours. Ja, natuurlijk, dat is nog niet perfect. Hè. Die arbeid die je hier vindt, uh, zullen zeggen is toch nog niet perfect, want die schuine hellingen zijn niet perfect gelijk aan. Uh, uh, ja, aan die kromme baan ja, het enige wat je zou moeten doen is dat steeds kleiner en kleiner maken ja? maar uh, ook als je die driehoekjes kleiner maakt zijn het nog altijd de verticale verplaatsingen die te tellen, nog altijd de delta h's die, uh, die bepalend zijn en als je die sommeert, ook al worden die kleiner en kleiner hè, dat blijft eigenlijk niks anders dan het hoogteverschil h ja? Dus eh, die delta h die zou je eigenlijk naar 0 moeten gaan. Je moet eigenlijk die, uh, die hellingske steeds dichter en dichter laten aansluiten bij, uh, bij de helling. En dan vind je nog altijd dat dat, uh, dat w gelijk is aan uh, m mal g mal h. Dus dat leidt eigenlijk tot dezelfde wet die we daarnet gezien hebben. Um, ja, stel dat jij hier ten opzichte van de grond kijkt. Uh, deze afstand noemt je h-accent. De totale afstand h. Dan vind je eigenlijk dezelfde wet die we daarnet gezien hebben. Namelijk dat uh, ja, de kinetische energie, dus W dat was delta ek, dat weet je, delta ek, En dit is m al g mal h min h accent. En dat leidt weer tot dezelfde wet die we daarnet gezien hebben, namelijk dat uh, um, m al v f kwadraat uh, gedeeld door 2 plus m al g mal h accent gelijk is aan m al v i kwadraat gedeeld door 2 plus... En mol G h. Goed, en dit is toch wel een heel sterk gegeven: dat ook voor een willekeurige baan, ja, dat geweer datzelfde constant getal vindt, dat niet wijzigt. Uh, merk op, die i en die f zijn willekeurig, die kunnen ook veel dichter bij elkaar liggen, dat maakt allemaal niet uit. Um, ja, dus de Som van die twee blijft voor willekeurige punten op de baan altijd hetzelfde. Ja. Dus de mechanische energie in een punt is gelijk aan de mechanische energie in een ander punt. Ja. Ik denk dat dat wel een heel, heel sterk gegeven is. Uh, dat is bekend als de behoudswet van mechanische energie. Um, merk op dat het belangrijk is aan te nemen dat enkel de zwaartekracht werkend is, dus geen wrijving. Hè, want als er wrijving is natuurlijk, ja, dan gaat die arbeid niet meer altijd mooi overeenkomen. Je kunt inbeelden dat er trajecten zijn waarbij dat de wrijving heel veel uh, negatieve arbeid levert. En, uh, en dat er een ander traject is waarbij de wrijving bijvoorbeeld minder uh, negatieve arbeid levert. Bijvoorbeeld het rechte traject. Ja, kun je weer inbeelden relatief weinig, maar als je heel veel beweegt, ja. Dat uw baan heel lang is, dan levert de wrijving natuurlijk veel meer negatieve arbeid. Zou het zou zelfs kunnen zijn dat uw lichaam zelfs helemaal niet meer beneden geraakt, maar dat het gewoon ergens blijft hangen door de enorme wrijving die het daar ondervonden heeft. Dus belangrijk is: die wet is geldig, maar in een wrijvingsloze situatie. Oké. Okay. Goed, we zullen zien, eens dat dat integraal begrip gezien is, dat dat een heel sterk gegeven is. Dat je niet alleen bij de zwaartekracht kunt doen, maar eigenlijk bij alle belangrijke natuurkrachten, dat je die truc kunt, uh, kunt uithalen. En dat er een wet van behoud van mechanische energie uh, geldig is als we de wrijving uh, verwaarlozen. Ja? Nu, zelfs als er wrijving is, is er nog een wet die men noemt de wet van behoud van totale energie. Ja, als je gaat uitrekenen hoeveel energie dat er uh, geleverd geweest is, bijvoorbeeld door de zwaartekracht en hoeveel energie dat er misschien weggegaan is door de wrijving. Ja, dan gaat je ook weer merken als je die zou kunnen meten, die energie. En dat is dan vaak warmte. Dat je gaat merken dat die, uh, dat die energie niet verdwenen is, maar dat die volledig is opgegaan in de warmte, oké. Okay, um dus wat moet je zeker onthouden? Dat is in het zwaartekrachtveld, hè, wat het pad ook is, dat er een grootheid is die niet verandert tijdens de beweging van een lichaam doorheen het zwaartekrachtveld en dat, dat, uh, dat die grootheid de mechanische energie wordt genoemd en dat die bestaat uit de som van een kinetische term en een potentiële term. Ja? Een term die afhangt van de snelheid en een term die afhangt van de hoogte in het, uh, in het zwaartekrachtveld. Oké, okay, um, goed, misschien nog één detail, maar dat is dan eerder iets, iets technisch. Uh, merk op dat de uh, hoogte die je kiest, hè, waar dat je meet, hè, dit is uh, de energie, zal ik maar zeggen, uh, bekeken ten opzichte van de grond. Ja. Als je natuurlijk zegt, ja kijk, ik ga deze hoogte prefereren, dus je gaat hier hè, van deze hoogte, h, ga je haakcent aftrekken. Uh, ja, dan ga je natuurlijk hier dezelfde term moeten aftrekken: MLG-H-accent, dan valt deze weg. Ja, en hier heb je dan nog gewoon staan MLG-H, maar je vergelijking blijft eigenlijk hetzelfde. Uh, dus je kunt perfect die behoudswet ook gebruiken voor een uh, andere referentiehoogte. Dus je hoeft niet altijd je hoogtes te meten ten opzichte van de grond, je mocht te meten ten opzichte van een willekeurige referentielijn die je zelf kiest. Je mocht zelfs een lijn kiezen hier tussenin, dat je dit een negatieve hoogte geeft en dit een positieve hoogte. Dus je moet maar eens nagaan, dan blijft die vergelijking perfect opgaan. Goed, dat was het stukje theorie dat ik nog wou zien vandaag. Uh, dit mag weg, goed, was dan een klein beetje het vervolg. Uh, wel. Ja, het vervolgens een beetje enerzijds uh, de Nobelprijsoefening die ermee geassocieerd is. Ik ga even pauzeren om de oefening klaar te zetten en dan kom ik uh, zelfs bij jullie terug. Goed, uh, hier heb je een beetje een uh, illustratie van die uh, ja, tweede Nobelprijsoefening als je wilt. Dit is een uh, lichaam dat in het zwaartekrachtveld beweegt in de, ja, in de vorm van een balletje dat door een uh, looping gaat. Um, en de bedoeling is dat je de behoudswet gaat gebruiken om, uh, om achter dit probleem te komen. En het probleem is als volgt. Ja, stel dat je uh, het balletje op een bepaalde hoogte in de looping laat rollen. Uh, wat is er op zich uh, dan uh, op te merken? Ja, zoals je gezien hebt, hij laat dat uh, lichaam hier, en als je goed gekeken hebt, ongeveer op de hoogte los van de looping. Ja, en dan zie je dat hij blijkbaar toch niet genoeg snelheid heeft om door de looping te gaan, maar hij valt eigenlijk uit uh, de looping. Ja. Nu ik ga ik een situatie laten zien die anders is. Goed, hier heeft hij het palletje beduidend hoger uh, gelegd dan uh, de hoogte van de looping. En wanneer we nu gaan kijken wat er gebeurt. Ja, dan zien we eigenlijk dat uh, het balletje door uh, de looping gaat. Nu, de vraag is eigenlijk uh, ja, op welke hoogte. Nu, je hebt er net misschien al gezien, 2,7R. Um, dat zal niet de hoogte zijn die jullie uh, gaan uitkomen. Uh, omdat daar rekening gehouden is met een aantal uh, andere dingen. Maar uh, ja, de vraag is op welke hoogte moet je dat balletje loslaten om, uh, om door die uh, looping uiteindelijk uh, te geraken. Goed, om het uh, theoretisch stukje een beetje af te ronden heb ik de laatste simulatie hier nog klaar staan. Dus uh, ja, dit is zo'n typische vetsimulatie, simulatie waar dat je ja, een aantal uh, fysische fenomenen kunt laten zien. Ik heb hier een willekeurige baan in het zwaartekrachtveld. Um, ja, je kunt misschien, kan misschien wel starten met, uh, met min of meer de schuine helling. Eens kijken hier. Als ik een uh, schuine helling maak, ongeveer, moet um, moet wel zorgen dat die schuine helling mooi netjes op de grond terecht komt. Op een vlakke manier. Dat is niet altijd zo evident. Goed, dus hier heb je een, uh, een skater, de schuine helling. Oké, okay, we gaan eens kijken of we wat uh, metingen kunnen doen. Belangrijk hier, ik zal zelfs iets over de taartschijf zetten, is de eindsnelheid die je. Uh, op het einde van de schuine helling uh, treft. Oké, okay, je het redelijk goed duidelijk maakt. Blijkt er een snelheid van 10,1 uh, meter per seconde. Goed, gaan we nu uh, de helling wat aanpassen. Dus laten we zeggen dat ik uh, ja, misschien uh, iets meer bijvoorbeeld zoiets doe. Probeer om hier ergens. Goed, laten we eens zeggen, wat doet de skater nu? Goed, je ziet dat de snelheid nagenoeg hetzelfde is, dat 10,4. Het zou kunnen dat ik hè, door hier iets te wij, dat hier iets omhoog gegaan is. Maar normaal gezien is de snelheid hier op het einde net hetzelfde. Ja? Dus het maakt niet uit wat de vorm van de weg is, als er geen wrijving is, wat hier het geval is met de slider. Um, ja, zal dat lichaam altijd dezelfde eindsnelheid bereiken uh, op het eindpunt? Ja, onafhankelijk van hoe dat de vorm van het pad ook, uh, ook is, zoals we nu gezien hebben, ja, misschien nog iets zeggen over die uh, taartschijf die je daar uh, ziet. Ja, hier heb je een taartschijf. Wel, die taartschijf dat, uh, geeft eigenlijk aan wat het aandeel kinetische en potentiële energie is. En je ziet dat ja, de totale schijf stelt eigenlijk de totale mechanische energie voor. Je ziet dat de kinetische energie toeneemt, uh, dat de potentiële afneemt. Maar dat de som van de twee gedurende het hele traject altijd hetzelfde blijft. Ja. Oké, okay. goed. Dat is een klein beetje het idee van behoud van mechanische energie. Dat is een heel sterk concept. Wat we zullen zien, dat het niet alleen geldig is bij de zwaartekracht, maar ook bij andere uh, belangrijke natuurkrachten. Um, maar goed, daar hebben we iets meer wiskunde voor nodig om dat volledig af te ronden. Ik zou zeggen, denk eens na over um, de tweede Nobelprijs oefening. Er zijn ook nog andere oefeningen die ik in het begin van de les heb opgegeven op het bord, dus daar mocht je ook uh, mee starten. Ja. Goed, dat was het eigenlijk voor deze les. Ik zou zeggen, nog veel plezier vandaag en tot de volgende keer. Dag.